Lieve kijkers en luisteraars van De Eerste, De Beste, de podcast over de keukenkampioendivisie en zo ontzettend veel meer. Jopie Buit. We zijn er weer. En ik zou toch wel willen zeggen, persona non grata, Robin van der Meer. Wat heb jij ons genaaid, grote vriend? Wat heb jij ons genaaid? Van terrible. Ja. Nee, ik heb jullie zeker weten. Ja, 100% wel. Want wij spraken jou in de show. Zo, joh, weet je, wat is jouw toekomst? Want je was weg bij Helmelsport. Ja. Daar wilde je niks over zeggen. Toen. Snappen dat wij. Dat snapten wij helemaal. Dat komt vandaag. Ja, dadelijk. Weet je, rustig aan. We gaan opbouwen. Dat snapten we. Maar toen natuurlijk, weet je, wat ga je doen volgend seizoen? Volgend seizoen. Jongens, ik weet het nog allemaal niet. Even naar de zon. Ik wil niet meer tegen Jong AZ en Jong Utrecht voetballen. Even kijken wat we gaan doen. Ik word wakker. Mm-hmm. Ik kijk op mijn Instagram. Ik zie Robin van der Meer gaan naar Rijsburg toe. Nou, een paar uur later. En nog even daarbij zeggend. Een foto erbij met shirt in hand. En die was niet 's morgens om 6 uur genomen. Die bestond al, die foto. Ja, sterker nog, de eerste foto was half december al gemaakt. Ik had half december al getekend. Hey, maar okay. Waarom gunde je ons dat primeurtje niet? Ja, er waren bepaalde afspraken. En ook in de vaststellingsovereenkomst met de club leek ons dat... Want ik was nog niet eens helemaal rond met Helmond op dat moment. Ja. En okay. Ik wist al half december, ik dacht als ik nu naar buiten kom, dat ik naar Rijsburg ga van de zomer. Want ik wilde gewoon stoppen. Want dat was van na het seizoen eigenlijk. Ja, dat was van na het seizoen. En ik wist al, als dat uit zou komen, dan had ik geen wedstrijd meer gespeeld. En uiteindelijk heb ik nog tot halverwege maart, zeg maar, gespeeld. Ja. En toen ging het natuurlijk in een week van kwaad tot erger. Nou ja, gelukkig hebben wij wel over ons hart weten te strijken. Je bent welkom hier. Want voor de mensen misschien ook wel goed om even te vermelden. Ferry is er niet. Die is lekker op vakantie. Die zit echt in zo'n standaard Turks resort. Ja. Ja. We hebben ook een hele gezellige foto gezien van hem. Het is echt ongelooflijk. Hij ligt daar heerlijk in het zwembad. En in de wijde omtrek van 2,5 kilometer is niemand te zien op het park. Dus Ferry, heel veel plezier daar in Turkije. Nee, maar, hou het gezellig. S'avonds aansluiten in de rij voor de kipsnitzel. Ja. Animatieteam, meedoen. Ja. Je kent het allemaal. Zie je helemaal rondbanjeren daar zo. Nee. Zou Ferry zo'n type zijn die dan ook 's ochtends naar dat zwembad... handdoekje neerleggen. Dat denk ik wel, ja. Ik denk 100%. Het ook. Hey, Robin, even om mee te beginnen. Het huwelijk van Gordon nu al gestrand. Hoe kijk jij daar nou van? Ja, wat vind ik daarvan? Ik had het wel verwacht, toch? Ja, had jij het wel verwacht? Het lag wel in de lijn der verwachting. Nou, statistisch gezien had hij niet hele hoge kansen natuurlijk om het te laten slagen. Maar het is aan de ene kant ook wel sneu voor zo'n man. Het land kijkt mee. Iedereen verwacht dat het gaat stranden. En het gebeurt. Dat doet het dan ook nog eens. Het gebeurt. Het is wel een echte romanticus, hè, onze Gordon. Want hij is wel echt op zoek naar de ware liefde. Mm. En keer op keer denkt hij het te hebben gevonden. En het glipt maar steeds uit zijn handen. Misschien heeft het er ook iets mee te maken. Ik kan me ook wel weer voorstellen. Hè, stel je bent een partner van Gordon. Hè, en je besluit met z'n tweeën, we gaan trouwen. Nou, en dat je er ook niet zo gek veel zin hebt. Dat hij dan meteen zelf boulevard belt. Om te vermelden dat hij weer gaat trouwen. Ja. Het zijn wel bepaalde types. Aan de andere kant zou je wel weer denken. Als iemand van 20 jaar jonger met hem gaat. Dan zal het wel zijn om een reden dat dit inderdaad bekend is. Hey, maar jij hebt het lopen volgen. Maar jij hebt het lopen volgen. Want jij weet dus dat die gozer 20 jaar jonger was. Ik heb gelezen dat hij 20 jaar jonger was. Maar ik had ook verrast geweest als hij even oud had geweest. Dat gaat ook... Toch een accessoire blijven. Maar Gordon zit wel stuk. Hè? Want hij is wel terug in Nederland om echt even weer op adem te komen. Dus Gordon, ik wens je heel veel geluk toe. En de liefde bestaat. Blijf erin geloven. Blijf proberen. Het lukt vast wel een keer. Ja, natuurlijk, man. Toch? Ja, misschien ook gewoon een keer een gozer van je eigen leeftijd zoeken. Ja. Toch? Geen gold digger, maar misschien gewoon, een keer gewoon eerst trouwen en het dan bekendmaken. Of de nieuwe Bachelor. Ja, meedoen met de Bachelor. Dat is een goed idee. Hou je van zulke programma's? Nee, maar mijn vrouw. Dan loop je lekker mee te kijken. Ja, ik gluur af en toe mee. Ja, dat moet mogen. Joop, verder nog Frits Barend. Ja. Had toch wel een hele goede oplossing voor het probleem in de stadions. Ja, Frits Barend die had de oplossing. Er wordt natuurlijk met regelmaat wat op het veld gegooid. Hij zei meer vrouwen het stadion in, want dan houden de mannen zich in. Toen dacht ik wel bij mezelf, inderdaad kan een goed idee zijn, maar dan wel lekkere wijven. Ja, en niet jij. Dan wel lekkere wijven. En niet je eigen vrouw. Maar in sommige steden al een heel groot probleem. Ja, daarom. Dat gaat er niet worden. Maar toch, op zich, ik geloof wel enigszins in wat hij bedoelt. Want we hebben alle drie gevoetbald.
Op ja, of niveau? Je krijgt haantjesgedrag. En, je krijgt, ja, nee, maar dat, hè. Je bent de ene gaat nog stoerder doen dan de ander. Ja, maar is dat zo? Kijk eens hoe ver ik kan gooien. Ik kan verder. Nee, ze kan je dat ook krijgen, ja. Nee, maar hebben jullie dan niet dat je, als je vroeger dan zelf moest voetballen en er kwam een vrouw kijken voor je, dat je dan toch niet voor die dubbele beenbreuk ging, ja, zeg maar. Je houdt je toch ook een beetje op het veld in, zal dat niet op het, juist op het niet. Publiek ik, ook ik, zo ik ging juist wel wat stoerder doen op het veld. Ja, schaartje, juist wel. Bosje vooruit. Ja, bosje vooruit. Kijk, maar loop. Nee, ik had niet zo'n mooie loop. Niet zo'n mooie ik hou van spelers met een mooie loop. Ja. Ja. Welke speler vind jij dat een mooie Henk loop? Veerman, geweldig. Henk Veerman? Heb je Henk Veerman wel zien lopen? Ik ja, dat is ook wel redelijk rechterrug. Ik weet nog goed dat ik speelde jong ADO. 16 was zo'n Volendam uit. En wij lopen het veld op en nou, het is opstelling. En er stond één hele grote vent tegenover mij. Maar ik dacht echt van, nou, die is zo groot en zo lomp. Ja, dat het is die gewoon kan onmogelijk voetballen. En ik had nog nooit van Henk Veerman gehoord. Ik was ook nog hartstikke jong. En ik weet toen nog dat de eerste hoge bal kwam en die viel voor zijn voeten. En zijn eerste aanname was die weg. Dacht, wat is dit dan? Dit wordt een lastig middag hier. En de tweede bal was exact hetzelfde. Toen dacht ik van, deze man kan voetballen, maar ik vind echt een hele mooie speler. Maar hij is en een mooie vriend. Hij is inderdaad veel sneller dan iedereen. Heel sierlijk. Ja. Echt heel. Want toen technisch. Hij bij Heerenveen zat, toen speelde een keer tegen Cambuur, kwam er een bal zo in de loop en die legt hij gewoon op het voetje klaar. En hij gaat zo chip goals, bijna één op één altijd. Ja, maar om even terug te komen op dat, weet je, op plastic dingetjes het veld opgooien. Ik hoor de raarste dingen voorbij komen. Iedereen heeft er een mening over. Mm-hmm. Maar verandering gebeurt niet overnacht. We zijn er net 2 weken mee bezig. Jongens, luister even naar mij. Verandering duurt tijd. Dus dit gaat wel volgehouden worden. Weet je, wedstrijden gaan nu gewoon dit seizoen heel veel gestaakt worden. En dan, ik denk dat het volgend seizoen, dan is iedereen eraan gewend. Mm-hmm. En dan gebeurt het niet meer. Maar wat vind jij ervan? Vind je dat... Jij, nee? Wat denk jij dan? Nou, het is alleen omdat, zeg maar, een week of 2 geleden iemand een keer raak gooit. Ja. Maar het gebeurt toch altijd al overal. Maar als hij niet raak had gegooid of bij Wiva op zijn hoofd had gegooid, dan had hij en ten eerste niet gebloed. Dat klopt. Het is dat kaal is, want daarom gaat hij bloeden. Ja, maar weet je, dat zei ik verleden week ook, of 2 weken geleden. Ik zei, dit is redelijk normaal gedrag in een stadion. Overal. Snap je, het is normaal gedrag geweest. Dat willen ze nu weg hebben. Dat is niet binnen 2 weken uit het stadion. Nee. Dat ken niet. Dat gebeurt niet. Dus dat gaat lang duren. Maar jij denkt dat ze dit gaan verliezen, de KNVB, om zo maar te zeggen? Nou, ik denk dat je dit heel moeilijk onder controle krijgt. Want het is altijd de individu. Dus bij Groningen ook. Ja, het is één lijp. Één iemand wat te gooien. Dan moet je dus als club zijn, als Groningen zijn, dan moet je dus alles omgooien. Een week later of dinsdag gaan ze geloven het. Ja. Als ze alles inhalen, denk wat dat allemaal kost voor een club. En dan moet je dat gaan verhalen op één iemand. Ja, ik denk op een gegeven moment dat het gewoon niet meer gaat gebeuren. Omdat het dus ook de club veel geld kost. Ja. En ik denk dat ze dadelijk ook wel een beetje punten in mindering gaan krijgen. Want de straffen gaan nu steeds zwaarder worden. Ik denk dat het daardoor uiteindelijk gaat stoppen, denk ik. Maar ja, meer vrouwen het stadion, oké. Maar dan wel lekker. Lekker. Maar goed idee, Frits. Thanks. Fritsie altijd met een goed idee. Hey, dan even het eerste voetbalgerelateerde van vandaag. Om het zo maar even te zeggen. Ja, we hebben over Henk Veerman gehad. Thijs hebben we het hier. We gaan lekker de diepte in. Ja, we gaan zeker de diepte in. Maar ik bedoel eventjes, we zijn namelijk ook alweer een ploeg kwijt. We gaan nog een paar weken genieten van Pek Zwolle. Ja, gepromoveerd, terecht. De hele seizoen gewoon goed gedaan. Super knap, want ze zijn gedegradeerd. Vaak hebben zo'n club het dan het onwijs lastig. Maar gewoon soeverein, toch? Ja. Easy. Ja? Easy. Ja, goede, beste ploeg. Beter dan Heracles. Want ik bedoel, er zitten nog een paar punten tussen. Maar als ik denk qua team wel. Maar qua individuele kwaliteiten vond ik Heracles beter. Ja? Ja. Zeker voorin. Ja, met die Hansen, hè, zo'n goede speler. Hè. Die Laurens, die vond ik ook echt heel goed. Ik denk Zwolle gewoon een heel goed team. Ja, een goede balans. Die Van de Belt natuurlijk ook echt supergoed, hè. Jeetje, wat een seizoen. Nee, die kan wel ballen, hoor. Als controleur. Maar kan die ook bellen? Hij kan ballen, maar kan die ook bellen? Dan gaan we sowieso even, kijken. Ik had namelijk nog wel even één ding. Joop, kijk, jij bent ook een man van de details. Dit keer geen Kia Picanto.
Waar het schild in zat. Ja, goeie zeg. Heb jij dat gezien? Een aantal weken geleden gingen ze... was ook bij Almere, gingen toch? Ze de schild gingen ze brengen. En hadden ze een sfeerfilmpje van gemaakt. Ja. De sfeer zat er goed in. Ja. Ik heb nog nooit, toen ik het filmpje zag... Daarna ik heb ik Stichting Correlatie gebeld. Ik had even depressief ervan geworden. Ja. Maar dit filmpje was wel iets beter. Man in pak. Ze hadden gekozen ook voor een andere auto. Ja. En er stapte een man in pak uit. Die dan ook even dat schild liet zien. Mm-hmm. En toen was het filmpje ook alweer wel weer klaar. Ja. Maar dan denk ik ook weer bij mezelf. De KKD. Mm-hmm. Past daar een man in pak bij? Past daar een Tesla bij? Nee. Nee, ze hebben het gewoon weer niet goed gedaan. Als de KKD een auto was. Wat voor auto was het dan? Eentje zonder wielen. Ja. De Flintstone-mobiel. De Flintstone, met een trapgat. Nee, een witte Tesla is niet, vind ik niet genoeg KKD. Nee, maar ook dit filmpje was weer niet om over naar huis te schrijven, toch? Nee. Kom op, man. Hadden ze maar... Nee. Iets zo gek. Oh. Ja, maar met jou heb ik nog eerlijk zitten vissen. Mij heb zitten vissen. Als chef keukenkampioen visie. Ja. Ja, man. Ja, top. Ja, nu missen we je. Voor dit soort filmpjes missen we je, man. Ja, ja. Maar ze zijn na te laat. Ze zijn nou zeker te laat. Ja, als ze moeten met 5 keer het geld komen, dan wil ik er wel over nadenken. Maar, dan pak mijn Engels ook nog een keer in de kast. Ja, precies. Hey, we gaan hem even bellen. Ja, Thomas van der Belt. Thomas van der Belt. Ik denk misschien wel de beste speler van deze competitie. Samen met Hansen, toch? Denk ik ook. En, we gaan even horen. En Robin van der Meer. Ja, nee, niet meer. Dat hebben we genoten van je. Lekker, man. Lekker, we gaan hem even bellen. Als je je telefoon op bij had. Ja, ik moest hem even opladen. Nog in de opladen. Ik moet hem even opladen. We gaan hem even bellen. En even vragen hoe... ook een beetje natuurlijk de sfeer is in huis van de Belt. Ja, want zijn pa die gaat degraderen. Hè? Want zijn vader is... Zijn vader die is financieel directeur bij Cambuur. Die gaat degraderen. Dus, die gaan natuurlijk... Nou, ik wil ook wel een beetje weten hoe het feestje is geweest in Zwolle, toch? Precies. Mart, is hij er klaar voor? Zeker. Kijk. Dan gaan we eens eventjes bellen. Joop, jij doet het woord. Nee, heel begin jij lekker. Zit er lekker water? Met Thomas. Thomas, goeie avond met Lars, Joop en Robin van der Meer van podcast De Eerste De Beste. Welkom. Dankjewel. Ja. We wilden even horen hoe het gaat, hoe het is gegaan na de promotie van PEC. Ja, de feestactiviteiten bedoel je ons. Ja, natuurlijk. Of jij nou ook nog een biertje van Bram gehad hebt bijvoorbeeld? Ja, zeker. Wel een paar, denk ik. Want die had aardig bier op. Wij allemaal wel, denk ik. Ja, lekker, man. Hey, weet je, Bram van Polen, die had nogal grote woorden natuurlijk. Hè? Met promotie ga ik mijn kop eraf zuipen. Heeft hij zijn woorden waar kunnen maken? Hij heeft aardig wat bier op gehad, maar ik heb hem niet stomdronken gezien. Dat gaat misschien nog gebeuren bij het kampioenschap, als we dat mogen worden. Maar het kan nog beter. Ja, maar als we dat mogen worden. Ja, ja. Ja, maar jullie gaan toch 100% wel kampioen worden? Dit mag je nu niet meer weggeven. Nou, volgens mij is het nu 3 punten met nog 4 wedstrijden. En, nou, er kan nog van alles gebeuren. Het is een beetje cliché, maar allemaal. Ik wil allemaal heel graag kampioen willen worden. En dat spreken we ook uit. Maar het is niet zo even gedaan. Het is echt wel een paar lastige wedstrijden. Oké, ik had een beetje op kotsincidenten gehoopt, maar die zijn er nog niet gebeurd dus. Welke incidenten? Kotsincidenten. Nee, weet ik niet. Heb ik niet meegekregen. Okay. Ja. Nee, ik hoor, dit is een verstandige jongen. Als het uit de hand loopt, is hij al weg. Ja, hij heeft al mediatraining bij Feyenoord. Ja, een klein beetje. Ik heb het niet meegekregen. Misschien dat het gebeurd is, ik weet het niet. Allemaal jongens zullen het misschien niet vertellen, maar kom ooit. Ik heb het gevoel dat we met een topsporter aan de lijn zitten. Dat heb ik ook wel een beetje. Nee, ja, ik weet niet of dat is wat je in je hoofd houdt na zo'n feestje. Ik ken dat het feest heel leuk en gezellig is. En, ik zelf heb alles wel op een gegeven moment tot een bepaalde hoogte. Maar sommige jongens hebben dat ook. En misschien dat mijn kampioenschap wel echt alle remmen losgaat. Kijk. Maar ja, dat moet nog blijken. Precies, dat is over een paar weken pas natuurlijk. Er kan van alles nog gebeuren. Je weet het niet. Ja, zeker. Hey, Thomas, wel even een vraagje. Want hoe is de sfeer bij jullie thuis dan? Want jouw vader die heeft een functie bij Cambuur, hè? Ja. En die zitten volgend jaar niet in de Eredivisie. Jij natuurlijk sowieso. Ja. Geeft dat nog wrijving thuis of niet? Wrijving niet echt. Ik vind het vervelend voor Cambuur en vervelend voor mijn vader. Maar aan de andere kant, ik heb er denk ik anderhalf jaar geleden heb ik het wel zwaar gehad thuis. Voor mij om een beetje grapjes niet te maken.
Ja. Heel goed ja. met Cambuur. Nu is het wel een beetje omgedraaid. Dat ik hem achter wel een beetje gek aan te steken. Ja, dat hij is heeft het wel een beetje geaccepteerd al een paar weken. Dus is wel, hij is wel weer verder met Cambuur. Dus. Ja, mooi man. Hey, had jij zo'n seizoen van jezelf verwacht? Want jij hebt natuurlijk een ongelooflijk seizoen gedraaid. Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik voor het niet verwacht had dat wij het zo goed zouden doen. En er waren echt van de andere ploegen met, ik heb het heel vaak gemaakt ook, maar ik had ook binnen twee iets meer van verwacht. Ja. Nou, VVV, er waren wat ambitieuze clubs bij, dus ik had wel verwacht dat wij echt een moeilijk jaar hadden gehad. En, maar ik heb natuurlijk geblinkt afgelopen zomer om nog een jaar te knallen en dan een stap te maken. Ja. Maar dat dat deze stap zou zijn, dat had ik zelf ook niet verwacht. Hoor. Ja. Ja, hartstikke mooi zo. Ja, want je hebt natuurlijk getekend, want je hebt voor 4 jaar getekend, hè, bij Feyenoord. Ja, kijk jij dan ook nog met extra interesse naar zeg maar het Mat Wiever traject? Want dat was natuurlijk ook een jongen die uit de KKD kwam en zich binnen no time heeft aangepast binnen dat elftal. Zie je dat voor jezelf ook zo? Ja, dat is wel een ideaal scenario. Hij is denk ik in een jaar tijd van KKD spelen naar Nederland zelf te spelen gegaan. Maar nou, als ze zo doorgaan volgen de Champions League. En, ja, dat voor elke speler wel een soort droom is. Een beetje een ultiem scenario. Oh ja, iedere speler heeft zijn eigen ontwikkeling en misschien dat ik er iets langer over ga doen. En ja, alleen dat is wel een scenario waar je wel naar kijkt. Ja, het kan wel, zeg maar, en dat laat hij wel zien. Ja. Nou ja, weet je, je hebt dit seizoen als verdedigende middenvelder zoveel doelpunten gemaakt. Dat is natuurlijk, dat valt gewoon bij iedereen op. Zelfs bij mij als geen voetbalkenner, om zo maar te zeggen. Dus, Kennen nou al niet om je heen, eigenlijk. Kokchoe gaat weg. Er wordt gewoon een middenveld met Wiever en Van der Belt. We hebben het al geregeld. Ja, dat zou heel mooi zijn, samen met Champions League. Maar, maar ja, we gaan het zien. Eerst maar eens in Rotterdam wonen en voetballen straks en kijken hoe dat gaat. Nou, ik zal pas wel wat tijd nodig hebben en dat ga ik meemaken. Ja, nee, en nog wel even een laatste vraagje, want Arne Slot... natuurlijk ook een Zwollenaar. Als hij nou weggaat, verandert het voor jou iets als je die kant op gaat? En dan bedoel ik niet dat hij jou beloofd heeft, dat je, maar meer van, je kent hem ook al een tijdje volgens mij, dus zou dat voor jou iets veranderen als hij dan daar komt? Nou, ergens wel, omdat hij ook verantwoordelijk is voor mijn komst. Ik denk dat als je als trainer zijn, dat je ook goede spelers wil. En niet een speler wil dat er een speler komt die je niet wil. En hij heeft heel veel spelers een veel betere voetballer gemaakt. En dat gaat hij ongetwijfeld ook met mij doen. Dus wat dat betreft zou het heel jammer zijn als hij weggaat. Aan de andere kant, hij is zo goed bezig met Feyenoord. En ik kan me voorstellen dat hij in de belangstelling staat van heel veel clubs. Ja, dan komt er een andere trainer voor de groep. Maar dat kan elk jaar gebeuren als het slecht gaat. Want dan gaat hij misschien ook wel een keer als zwaar worden. Dus de kans is gewoon aanwezig dat komt een nieuwe trainers komen. Dus ergens wel, want hij kan mij veel beter trainer maken. Alleen dat kunnen andere trainers ook. Dat is ook dus, wat denkt hij? Ja. Dat denkt hij? Nee, wat denkt hij? Helemaal geen weddenschap. Lijkt me wel. Wat, Thomas, Robin hier. Wat denk je? Denk je dat Arne blijft of niet? Ik heb een weddenschap met een heel groot Feyenoord supporter. Ja, durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Hij heeft een uitstekend seizoen met Feyenoord de afgelopen jaren al jaar weer. Als hij kampioen wordt, dan denk ik dat echt wel clubs gaan komen. Maar ja, het kan ook zijn dat hij met Feyenoord in de Champions League misschien wil spelen en nog een jaartje blijven. Het is niet dat ik meer kennis heb omdat mijn vader goed is met hem. Dus het is voor mij net zo, ik ben net zo als jullie. En ik wacht het ook wel, ik wacht het lekker af straks. Precies. We gaan het, als Chelsea voor de deur staat, want dan is het gerucht, dan zou ik lekker bij Feyenoord blijven. Heerlijk. Nummer 11 van de Premier League, hè? Ja, okay. Daarom. Ja, zo is het. Champions League. Nee, daarom. Hey, Thomas, helemaal top. Thanks. Dat kampioenschap komt er echt wel aan. Er kan een hoop gebeuren, maar dat gebeurt niet. Er kan van alles gebeuren. Niet. En ik wil, als jullie kampioen zijn, wil ik kotsincidenten hebben. Ja, man. Dat zou wel mooi zijn. We gaan zien. Eerst maar het kampioen worden met z'n allen. Precies. Nou, dat komt wel goed. Thomas, dankjewel dat we je even mochten bellen. Hele fijne avond nog. En succes nog even, hè? Dankjewel. Jullie ook. Oké, fijne avond. Hoi. Nou, Thomas van der Belt. Ja. Hey, fijne bijdrage aan het interview. Je mag meedoen, hè? Maar je mag meedoen. Hij ging bijna zo. Lars, wil jij even aan het... Ja. Gewoon je bek open trekken. Ja, maar van zo'n jongen die... Ja, vind jij dat het is een lastige vraag stellen aan hem? Nee, helemaal niet. Maar het is natuurlijk voor hem... Het is een waanzinnige transfer natuurlijk die jij maakt. Maar ik denk dat 50% van de mensen die dat van de buitenwereld ziet... die denkt,
Ah, dat is een 1-2'tje. Ja, want voor de mensen voor die... Voor mij zijn vader het beste vrienden met Arnold. Precies dat. Ja. Maar buiten dat kan hij is gewoon echt een waanzinnig speler. Hoor. Mm-hmm. Daarom, maar het zou wel kloten zijn als Slot pleiten gaat en er komt een andere trainer. Ja, natuurlijk. Zeker als je een traject met hem wil starten. Maar dat is niet omdat Slot bevriend is met zijn pa, maar meer weet hij, Slot is wel de trainer die hem haalt, die het in hem ziet. Precies. Ja, niet... Dan is het precies. Op die, tuurlijk is dat want de volgende trainer die komt het misschien hetzelfde... type speler met dezelfde leeftijd, hetzelfde profiel, die hij weer denkt van die ga ik naar een volgend niveau. Ja, ja. En ik ben wel benieuwd, ook met die Zerouki, of die nog gaat komen. Ja, dat weet misschien ik nou is dat niet. Eigenlijk hoor. Al een zegen Mas, geweest dat hij niet gekomen is. Ja, maar dat is natuurlijk. Ja, je moet zoveel geluk hebben. Maar dan hebben. Waren ze niet voor hem gegaan. Nee, maar anders had als Zerouki van de winter naar Feyenoord had gegaan, had Mats deze stappen niet gemaakt. Nee. Heb jij nog met hem gehad? Heb jij met hem bij Excelsior? Ja, zeker. Ja. Had je dat verwacht ooit van hem? Ja. Ik zag wel gelijk dat hij echt een goede voetballer was. Maar ik denk wel dat Feyenoord hem heeft gepakt. Omdat ze mis hebben gegrepen met Jerry Schouten. Okay. Bijna iedereen, heel de voetbalwereld schreeuwde erom dat Feyenoord Jerry Schouten moest halen. En toen hebben ze het niet gedaan. Nou ja, ik vind Jerry Schouten echt een waanzinnig speler. Zeker. En toen kwam Mats, een beetje hetzelfde type, ook 6 zeg maar. En ik denk dat ze de grootste reden is dat meer van fear of missing out op Mats. Dat ze hem daarom hebben gepakt. En dat pakt waanzinnig uit, hè, want hij heeft zich echt waanzinnig aangepast. Maar dan zie je hoe het gaat. En soms is het dus eigenlijk een beetje meer geluk dan wijsheid. Ja, maar je moet ook echt veel geluk hebben. Kijk, je kan hem wel goed kunnen voetballen, maar ja. Je moet dan ook weer net de juiste trainer hebben. Ja. Er moet net een plekje wegvallen, want Mats speelt aan het begin ook niet. Dat is net allemaal bij jou net niet... Heb jij pech gehad met bepaalde dingen? Met trainers? Alles komt een beetje bij elkaar. Ik heb zelf verkeerde keuze gemaakt. Ik heb zelf wedstrijden gespeeld wanneer je moest presteren dat ik het niet heb gedaan. Maar ik heb ook echt wel verkeerde keuze gemaakt. Ja, zoals? Ik heb ook echt wel pech gehad. Ja, zoals dan? Weet je, wat is een verkeerde keuze geweest? Als je 4 jaar tekent bij Utrecht en je eerste jaar speel je praktisch alles totdat je maart geblesseerd raakt. En tweede jaar speel je wel, speel je niet. Maar nog steeds wel denk ik wedstrijd of 15. Ja. En je zegt gewoon van na 2 jaar op de halverwege contract duur, en je zegt van joh, ik weet niet wat jullie denken, maar 1 juli ben ik er niet meer. Ja, een beetje. En gewoon van en dan in gesprek, maar van ons hoef je niet te gaan. Ja, maar ik ben hier niet, dus zoek hem maar uit. Ja, zo stom. Achteraf, maar ik heb nergens spijt. Hoe oud was je toen? Ik was toen denk ik 23. Ja, dan ben je nog jong en dan wil je graag. Ja. En dan denk je misschien dat je een beetje het mannetje bent. Ja, ja zeker. Ja. Maar stel nou, je kon nu tegen die Robin van der Meer van die leeftijd nu wat zeggen. Wat ik zeg rustig blijven. Elke oudere speler tegen mij zegt, doe nou rustig. Ja. Willem Jansen en Mark, die zijn dan, doe nou rustig. Dat komt wel, doe nou rustig. En die luisteren? Hoor je niet. Nee. En naar welke club ging je toen? Excelsior. Ja. En dat was het eerste jaar degradeerde, want terwijl de clausule aan me komt. Dan ging niemand mij halen. het tweede jaar Excelsior scheurde ik mijn kruisband. Ja, dat zijn wel. Dan hoor je achteruit. Dat is wel pech. Ja. Hey, we gaan even verder. Ferry is er natuurlijk niet, maar heel lekker, even snel. Ja, heel lekker dat is. Heerlijk. Heel even snel over NAC, want wonnen heerlijk van FC Eindhoven. Speelde vandaag vanmiddag. Pakken een puntje tegen Willem II. Maar ik zou toch willen zeggen, het absoluut beste van die wedstrijd van afgelopen vrijdag. Het balletje van Van der Sande. Ik dacht eigenlijk het zingen van Pieper Guido. Ja! Ik weet nu dat er een Jort van de Zanden bestaat. Pieper Guido, vriend van de show, die had weer een meesterwerkje gemaakt, man. Zeker. Maar altijd genieten van die gozer. Ja. Maar dat balletje van Jort van de Zanden... Excelsior fan trouwens. Op Omerson. Is hij Excelsior fan? Jort van de Zanden? Nee, Pieper Guido. Pieper Guido. Die is groot Excelsior fan. Maar dat balletje was ook wel weer genieten. Een geil steekballetje, Jort van der Sande. Hij staat een beetje bekend omdat hij een harde werker is. Ja, maar hij kan wel ballen hoor. Ja, want ik zie steeds lekkere paasjes. Mooie doelpunten dit jaar. Heeft hij een beetje misschien het Henk Veerman syndroom? Ik snap wel wat je bedoelt, ja. Ik vind hem best vervelende spits om tegen te spelen. Want hij loopt overal op. Hij loopt op alles loopt hij door. Hij is balvast. Dat is gewoon een beuker. Kan scoren. Wij zijn gek op beukers. Wat zit je op je telefoontje te kijken? Nou, omdat we eens even naar de mystery guest gaan. Oh, we gaan naar de mystery guest toe. Ik ben benieuwd. Ja. Ben je? Ja, vind ik leuk als je een keertje aan de andere kant zit. Ja. Hey, maar ik wil nog wel even zeggen over NAC. Ik vind het toch wel knap dat ze gewoon de play-offs gaan halen. Ja. Ik had het niet helemaal verwacht een paar weken geleden. En ze laten het toch zien dan. Ja, de club staat toch ook altijd in vuur en vlam.
Het is altijd gedoe. Het is altijd, altijd gedoe. Gezeik. Altijd vuurwerk. Ik zat met zoveel vraagtekens. Alles ging door mijn kop heen. Ik ken de stem wel. Ik weet het niet. We gaan eventjes verder naar de Mystery Guest. Robin, jij hebt aan de andere kant gezeten. Ja. Jij bent bekend met het concept. Ja, zeker. We gaan iemand bellen. Heb jij de vragen van Mart gekregen? Niet gestuurd. Nee. Kijk, pak je telefoon even erbij. Op je telefoon staan dan je vragen. Wil jij zelf? Mag ook. Mag ook. Als hij gaat niet opnemen met... niet met zijn naam. Hallo, met zijn naam. Nee. We gaan niet Paul Gladon bellen. Heb je dat meegekregen? Ja, die nam al van zijn Twee keer toe. Ja. Dus dan bel je op en zeg je, Paul, ik ga je zo nog een keer bellen. Even niet met je naam opnemen. Je legt neer, je belt binnen 5 seconden met Paul Gladon. Heerlijk, man. Mart, is je klaar voor? We gaan nu bellen. En voor de mensen thuis, we gaan natuurlijk iemand bellen en Joop en Robin gaan hun best doen om de identiteit achterhalen van deze persoon. En wie mag er beginnen? Robin. Ik ben de gast. Ja, dat is waar. 100%. Goedenavond. Hey, goedenavond. Mystery guest van onze podcast. Gelijk naar de stem luisteren, hè? Goedenavond. Goedenavond. Ik zit hier samen met Joop Buiten en Robin van der Meer. En zij gaan u omste beurt een vraag stellen om uw identiteit te achterhalen. Bent u daar klaar voor? Ik ben helemaal klaar. Oké. Okay. Robin, jij mag beginnen. Wat is de beste concurrent die je gehad hebt? Dan is het al klaar, denk ik. Ah, ik hoor het al. Ja, ik wil wel eens antwoord geven, maar ik denk dat jullie het dan allemaal weten. Nee hoor. Zeg maar. Marco Arnautovic. Arnautovic? Marco Arnautovic. Ja, oké. Okay. Maar we gaan wel gewoon de vragen afstellen. Is dit Bles en Koeko? Dat is Bles, man! Hoe gaat ie? Joop, volgende vraag. Ja. Welk persoon is het belangrijkste geweest in je ontwikkeling als voetballer? Mijn vader. Ja. Nou, Robin, ga verder. We gaan wel de vragen even afstellen. Bij welke club wil je zeker nog een keer terugkeren? NAC Breda. NAC Breda, ja. Voor iemand die binnen 2 tellen zei, ik weet nee, het, zie je nu. Ja. Nu oké, okay, Joop. Ja, wat is de grootste voetballer die je als trainer hebt gehad? Mauri Stijn? Nu had je wel wat nee, weet het al. Geen nee gezegd. Sinisa Mihajlovic. Oeh, ja, dan heb je gewoon ondergevoetbald. Ja, dat is wel echt een grote naam. Robin, als je iets in je carrière zou mogen veranderen, wat zou het zijn? Poh, als ik iets zou mogen veranderen in mijn carrière. Dat mijn jaren bij NAC, dat ik die anders had afgesloten. Oké. Okay. Dat ik die met promotie had afgesloten in plaats van het verliezen in de finale. Oké, okay, ja. Oké. Okay. Welk volkslied verwacht je het vaakst te zingen in je carrière? Welk volkslied? Ja. Ja, de Wilhelmus. Ja. Want voor welke landen zou je nog meer kunnen uitkomen dan? Ja, ik weet dus niet of ik zou... Ja? Ik zou volgens mij voor Marokko kunnen uitkomen. Oh ja, natuurlijk. Oh. Ja, dat zou inderdaad misschien nog kunnen. Alleen, Marti bedoelde het Friese volkslied. Ja, ik denk, er zijn nog 3 competitiewedstrijden, nou laten we zeggen misschien nog play-offs. Ja. Dus er zijn 4 keer, maar ik hoop, deze zomer is het EK voor Jong Oranje. Dus ik hoop dat ik hem vaker hoor dan 3-4 keer. Juist. Robin, heb je nog een vraag? Ja. Of wil jij al een gooi doen naar wie? Van Hooijdonk, dat... Ja, het is Cindy van Hooijdonk, hè? Ja! Dit was misschien wel de allermoeilijkste. Maar we kwamen er maar niet op. Wij hebben gewoon de toekomstig topscorer van de Eredivisie hier aan de telefoon van dit seizoen. Dat moet nog maar blijken. Dat zal nog lastig genoeg worden. Maar, je gaat toch niet zeggen, er kan nog veel gebeuren, hè? Want dat horen wij vaker hier aan de telefoon. Niet per se dat. Maar ik denk, staan wel elkaar aardig goede namen omheen. Dus ja, die kunnen ook al een balletje raken. Dus ja. Ja. Ik heb geen idee, maar op dit moment, je moet altijd kijken naar nu. Hè? Dus dan als je nu kijkt naar de topscoreslijst, ziet er goed uit. Ja, staat hij bovenaan? Sta je bovenaan? Ja, ik sta met Xavi Simons samen.
Maar nu wil ik... geen partij van jou. Ik wil geen... Ik wil de sfeer niet verpesten. Maar het zijn geen 20... We gaan niet over de 20 doelpunten heen dit jaar, hè, met z'n allen. Nee, ja. Ik had ook niet verwacht, zeg maar, met 15... dat je dan eerst zou staan. Ja, daarom. Dat, ik hoop dat ik er nog 4 wedstrijden... Ik zou 3... Als ik er 3 maak, 18 zou mooi... 18 is een mooi aantal. Ja, maar ja, voor mij, ja... Ja, ik had dat zeker niet verwacht. Maar ik denk misschien omdat... Wordt vaak gewisseld, zeg maar. Nu met 5 wissels is het wel een beetje anders, zeg maar, dan eerst. Vroeger werd de spits nooit gewisseld. En nu wordt vaak hele voorhoede na 70 minuten eruit gehaald. Dus misschien heeft dat er iets mee te maken. Maar ik zou het ook niet anders weten. Hmm. Hey, maar zit niet even, je zei net van wat je graag anders wil is op een andere manier bij NAC had willen vertrekken. Ferry, jou wel bekend, volgens mij jouw grootste fan, is er nu niet? Zou je ooit, hoe zou je het liefste dan willen afsluiten? Aan het eind van je carrière nog een keer bij NAC of op je hoogtepunt nog een keer? Nou ja, ik moet eerlijk zijn, mijn hoogtepunt, niet op hoogtepunt bij NAC spelen. Ik hoop dat mijn hoogtepunt, als ik op mijn top ben, dat het wel een hoger niveau is. Het is toch allemaal geen sentimentele speler. Wacht, Robin van der Meer staat hier. Woedend op de vraagstelling van Lars. Eigenlijk wat Robin zegt, wat een kutvraag. Ja, het is echt zo'n kutvraag van iemand die niet gevoetbald heeft. Nee. Dat is echt zo'n sentimentele supporter. Die denkt dat mensen nog op de hoogtepunt bij de volksclub gaan spelen. Dat gaat helemaal nergens over. Nee, maar zo steek het gewoon niet in elkaar, Lars. Alle romantiek wordt hier in één keer kapot. Nee. Kan je nog even 5 minuten doorgaan? maar het is ook niet dat ik bij NAC wil spelen als ik niet meer vooruit kom. Nee, maar... Je gaat niet op je hoogtepunt als je ergens bij een topclub in de Eredivisie of in Italië een mooie club, dan ga je toch niet bij NAC spelen? Ja, dat we niet voor gestudeerd hebben. Ik heb niks meer te zeggen. Maar een hoop geld ergens in een zandbak, weet ik veel. Maar hier moet ik het al 2 jaar mee doen. Denk je hoe ik me voel, hè? Oh. Ik weet niet eens meer wat ik nou nog moet vragen. Ik dacht echt een hele leuke sentimentele vraag te stellen met een antwoord van ik hoop ooit nog een keer... Cindy, heb ik gelijk of niet? Wat zei je? Heb ik gelijk of niet? Nee. Ja, tuurlijk. Ja, jawel. Ik snap wel wat je zegt. Ja. Iedereen denkt, als je op je top... Ja, iedereen wil het maximale eruit halen, toch? Dus ja, als je wilt bij de beste club spelen die zeg maar zou kunnen voor je uiteindelijk. Ja, en dan daarna... Dan is het kan NAC altijd nog. Ja, precies. Dus jij wil allemaal eerst voor het allerhoogste haalbare. En ja, dan wil ik wel, zou ik wel echt mooi lijken dat ik terugkom bij NAC. En dan dat ik... Maar niet dat ik bijvoorbeeld zo oud ben dat ik niks meer kan. Ik wil wel dan ook gewoon belangrijk zijn. Maar ja, hopelijk duurt dat nog heel lang dat ik zo oud ben en dat ik mijn carrière aan het een beetje langzamer leden. Hey, zit hier nog even één vraagje. Ik en Joop gaan binnenkort naar Schotland toe. Heb jij nog tips voor kroegen? Ferry is er namelijk niet. Dan moet je aan Ferry de Bond vragen. Want klopt het dat jullie wel samen in een kroeg hebben gestaan? Ja, ik heb Ferry 1 keer gezien en dat was dus in een kroeg in een lokale pub in Dundee. Bij de kraken tussen Dundee United en Dundee FC op het Schotse tweede niveau. En toen kwamen elkaar daar gewoon toevallig tegen. Weet je, hoe moet ik dat zien? Was een partner wel avond. Ik weet nog, toen begon Ferry net een beetje wat bekender te worden op Twitter. En toen had hij me een keer een bericht gestuurd van... Of ik zag het voorbij komen dat hij ging. Mm-hmm. Dus toen hadden we even contact. En ik ga ook naar die wedstrijd. En toen, hij wist volgens mij wel waar we moesten zijn. Dus toen ging ik daar ook met een paar vrienden heen. Gingen we daar een biertje doen en toen uiteindelijk kwam ik 20 minuten te laat voor de wedstrijd. Ja. Hé, wat word je niet af en toe moe van dat geslijm van Ferry bij jou en je vader? Want die Ferry die loopt te likken bij de familie van de Hooijdonk, jongen. Ja, echt. Die wil personal, die wordt PA worden volgens mij. Die doet alles voor ze. Nee, Ferry die neemt het altijd voor mij op tegenover alle andere mensen op Twitter. Ja, maar dat is wel mooi. Want er waren best wel veel, ik wil niet zeggen kritiek op jouw spel, maar mensen die geloofden er niet helemaal in. Maar je maakt het wel gewoon waar dit jaar. Dus dat moet ook wel lekker voelen voor jou, denk ik. Ja, dat sowieso. Maar dat is natuurlijk altijd lekker als je...
mensen het ongelijk bewijst. Maar ik vind eigenlijk nog wel... Ja, en de telefoon valt uit. Een batterijtje, Lars? Is dit je batterij? Nee, niet die van mij. Nou, misschien dat we dat hij zometeen nog even terug wil. Dat hij misschien... Nou, ik kreeg nu een wissel van Ferry. Een wissel van Ferry. Doe je rustig. Zal ik het nog een keer proberen? Ja, nog één keer proberen. Dan gaan we even afsluiten. Leuke gozer, man, Cindy van Hooijdonk. Ja, daar zijn we weer. Yeah. Ja, ik weet dat het een slechte vraag was, maar je hoeft me nou ook weer niet zo te om op te hangen. Nee, ik zei van dat het wel echt leuk is om mensen het ongelijk te bewijzen, maar ik vind echt wel, als ik eerlijk ben, leuker om juist de mensen die wel altijd in je geloven en je steunen om juist, zeg maar, goed te doen en dat hun ook hun gelijk te bewijzen. Dat ja, is echt mooi. Dat is ook best logisch, toch? Wat dan? Ja, dat... Nou, Sydney heeft het goed gedaan bij NAC, maar nooit bewezen in de Eredivisie, toch? Of zeg, dat klopt toch? Dat klopt. Ja, ja dus ja. Mensen hebben altijd dan de vraag van, als hij dan bij Heerenveen komt, die vaak wel richting play-off speelt, en dat wordt je nummer 9, gaat dat wat worden? Dus ik snap wel dat mensen daar twijfels over hebben. Ja, des te lekkerder is het als het lukt. Hey, ja, bij de volgende stap zal het waarschijnlijk weer zijn. Dus ja, tuurlijk. Dan hou je altijd. Dus. Ja, maar mensen zien je altijd liever afgaan dan dat je succes hebt. Dat is altijd zo in Nederland. Ja, dus dat is sowieso. Maar hebben jullie Ferry niet vandaag gesproken? Want ik denk dat die wel een paar biertjes heeft gedronken op het punt wat nog gepakt is tegen Willem II. Ja, dat weet ik wel zeker. Want die zit in zo'n gezellig Turks resort, jongen, die gozer. En wij hebben de foto's gezien. Ja. Wij hadden zelf daarna gegeten en gedronken. Nee, Ferry is lekker... Ferry is lekker bezig en die komt weer thuis met een aantal nierstenen door het drankgebruik. Ja, ik hoorde dat hij zijn handdoekje vanmorgenochtend al klaar aan het leggen is. Zeker. Zeker. Nee, helemaal top. Sydney, dankjewel dat we je even mochten bellen. Zeker. En ik zou toch wel zeggen, je eindigt wel boven de 20 dit seizoen. Tuurlijk wel. Maar... Ik hoop dat we play-offs halen, dan zou het top zijn. Ja, dat is... wij zitten hier met de aankomend topscorer van Nederland. Ja. Lekker, man. Ja, heerlijk. Voelt goed. Ja. Top. Doe het dan voor ons, Sydney. Ja, voor ons. Helemaal goed. Dankjewel dat ik je mocht bellen. Even fijne avond nog, hè. Hetzelfde, hè. Yo. Telt dat mee? Play-offs? Ja, dat is volgens Transfermarkt is volgens mij een losse competitie. Ja, want dat zou vrij oneerlijk zijn natuurlijk. Nee, dat telt niet mee. Maar ze hebben maar 15 doelpunten gemaakt, hè. Nu de topscorers. Maar Luc de Jong is voor mij heel lang geblesseerd geweest. Ja. Ah, Luc de Jong is echt jaar gehad. Maar jij zegt net, Ajax heeft geen echte spits. Ja, Robbie is toch een echte spits. Wanneer denk je dat er voor het laatst een spits van Ajax 30 doelpunten gemaakt hebt dan? Nee, dat is misschien... Huntelaar, 2008 of zo? Nou, Robbie is al een echte spits, toch? Robbie is een echte spits, maar die heb je het ook niet. Dat gaat toch niet... Nee. Ik weet niet of dat nog wat gaat worden. Geen harde werker schijnt, hè, op de trainingen. Nee. Maar we mogen niet over de Eredivisie hebben. Schandalig. Brian Robbie of Martijn Kaars? Ja... Die keuze is makkelijk. Ja, Robbie. Ja? lullig. Hij luistert, hè? Hij luistert. Robbie. Ja, ook. Brubby. Brubby. Oké, leuk man. Leuk ventje. Ja, toch? Zeker. We zijn nu aangekomen bij... Het museumpje. Juist. Het museumpje, natuurlijk... Ja, ik ben een man van de literatuur, hè, diepgaande dingen. Dus ik was allemaal naar gedichten aan het zoeken over Zwolle. Ik denk, dan ga ik je toch een soort ode aan Zwolle geven. Niet te vinden. Maar toen dacht ik natuurlijk wel bij mezelf. Mm-hmm. Ja, ik ben na Genees. Cote en de Bie. Zwolle zonder Dolle. Dat is gewoon een lied. Dus die gaan wij gewoon, een gedeelte daarvan, nu tegen horen brengen. En ik moet zeggen... Ik wil hierbij zeggen... Moeilijk lied. Robin van der Meer kwam net binnen, zegt... Ik ken alles van Koot. Ja, maar... Deze net niet, van de winter klaarmaken. Ja, en zo. Die is ook goed. Ja, de tuin winterklaar. Ja. Mevrouw, is je tuin al winterklaar? De tronenkorrels. Ja. Zijn we er klaar voor? Hij gaat die zo likken. Het is een bastardzaken. God van de god. Ja, we zijn er klaar voor. Dan komt hij aan in 3, 2, 1. Zwolle. Zonder Dolle, wat een einde stad. Want ze hadden niet van hollen, niet van grappen en van gollen. Nergens anders dan in Zwolle gaan ze zo vroeg plat. Als ik moe ben van het Dolle, in die lijpe borden volle van de schollen, koppen bolle, Haagse binnenstad.
dan ken ik met de trein. In 2 uur tijd in Zwolle zijn. Intermezzo. Hé, hey, ik bedoel, vergelijk nou eens voor de Gent FC Den Haag met PEC Zwolle. Kun je niet vergelijken? Hè? En hoe kan je dat rollen? Bollen in Zwolle. Snollen in Zwolle? Die zitten er niet. Parkeercontrole in Zwolle? Die staan er niet. Neem nou eens 100 rollen in Zwolle. Die leggen er niet. Dat dacht ik ook. Dus als ik moe ben van het dolle, in die lijpe borden volle van de schollen, koppen bollen Haagse binnenstad, dan ken ik met de trein. In 2 uur tijd in Zwolle zijn. Hallo mensen, zien wij u ook binnenkort eens in Zwolle? Zwolle. En de Haag van Overijssel. Hoppa. Voor de promotie, ja, van Zwolle. Hoe voel je dit? Coat en de Bie. Ja. Ik ken alleen alleenstaande Van Daal van Coat, ja, in de trein. Hondelele! Ja. Ja. Die is ook lekker. Waanzinnig, waanzinnig. Ja, heerlijk. En nog een kleine extra ode aan Zwolle. Ja, en ook een beetje aan Coat en de Bie. Hè. Wim, ja, de Bie natuurlijk. Kijk, wat de held. Zeker. Ja. Dan gaan we door naar de randzaken. En dan gaan we nu de messen slijpen. Want nu gaan we het eventjes over Helmond S. Oeh, je mag leeglopen. Je mag nu leeglopen. Mag je leeglopen. We hebben die opbouw gehad, hè? We zijn nou op het punt gekomen dat we gaan vragen, Robin van der Meer, wat is er gebeurd in Helmond? Nou, het komt nog steeds grotendeels aan op het punt wat ik al eerder verteld, hoor. Dus echt, nou, dat was ook mijn punt gelijk. Kijk, technisch gezien, als jij natuurlijk binnen een week tijd van alle spelen naar we gaan hierbij scheiden onze wegen gaat, dan moet er iets voorgevallen zijn. Ja. En dat ga je nu vertellen. Nee, dat, ja, maar dat heb ik gelijk zo gezegd. Van, ja, ja. Maar kan je niet verkopen. Maar het moet dan toch haast wel iets persoonlijks zijn. Want ik bedoel, als het iets voetbaltechnisch is, dan kijk je toch gewoon naar de beste elf. Dus als zoiets dat gebeurt. Dat zo gebeurt sowieso niet. Dat zo denk ik misschien vanaf de buitenkant, maar dat gebeurt sowieso niet. Rancuneuswereldje, voetballerij? Nou, laat ik zo zeggen dat ik een zeer gelukkig man ben. Ik wist altijd al dat ik er niet voor gemaakt was, hoor. Want ik weet niet of het iets Haags is, maar ik ben altijd opgevoed met eerlijkheid duurt het langst. Ja. Mm-hmm. Nou, die kun je sowieso op je buik schrijven. Ja. En als je iets vindt, dan mag je het op een eerlijke manier, op een respectvolle manier, mag je dat delen. Ja, het maakt niet uit of het tegen een meerdere is of tegen een teamgenoot. Dat maakt niet uit. Als je het op een normale, respectvolle manier kan, mm-hmm, dan moet je dat doen. Ja. Nou, dat heb ik heel mijn carrière lang door gedaan. En wel vaker tegen de lamp aangelopen, hoor, moet ik zeggen. Maar ik vond het altijd belangrijk dat ik aan het einde van de dag gewoon mezelf in de spiegel aan kon kijken. Dat ik zei van, je bent in ieder geval jezelf geweest. Ja. Ja, ik heb er ook wel spelers tussen gehad die meer onder het bureau lagen van de trainer dan op het veld stonden. Ja, die heb ik ook meegemaakt. Fluffers. Ja. Stokkenslobben. Ja. Nee, maar dat heb ik altijd geweigerd om te doen. Ja. Dat ik wilde dat gewoon niet. Ja. En dat was voor mij het allerbelangrijkste, dat ik altijd mezelf bleef. Maar daar is weinig in dank afgenomen. Maar daar is niet echt iets gebeurd. Nee, of zo, helemaal niet. Het was meer van voordat het vervelend wordt. Nou, voor mij het gevoel had het helemaal niet vervelend hoeven worden. Maar goed, het is afgehandeld. En ik wens die jongens echt het allerbeste toe. Want er zitten gewoon echt goede gasten in die ploeg. En wie niet? Nee, er zijn altijd jongens waar je wat minder mee hebt. Of waar je mensen waarmee je klikt. Hmm. Maar ja, het is. Maar gewoon even een vraag. Kijk, wij hebben het hier, je hoort het op ESPN altijd, hè, een ambitieus Helmond Sport. Ja. Wij noemen het hier gekscherend wel eens de Galactico's natuurlijk. Ja, spelers gehaald, weet je. Maar aan het begin van het seizoen zeiden we allemaal, wij gaan Helmond Sport echt in de gaten houden. Ja. Want daar is. Maar hoe daar is dat nou? Nee, maar hoe is dat dan uiteindelijk bij Helmond Sport zelf? Want in the end is het. Hè, het was heel ambitieus. Maar dat moment was het nog een kleine club. Natuurlijk. Ja, nee, zeker. Hadden ze zelf verwacht dat ze nu op plek 4 hadden gestaan? Of hoe moet ik dat zien? Nou, ik weet niet. Ik denk dat alles wel binnen de club een beetje gedateerd is natuurlijk. En daarom wordt er nu ook gebouwd aan een nieuw stadion. Ja. Maar ik denk dat als je een totaalplaatje kijkt, dat zijn ook dingen die aangepakt moeten worden. Mm-hmm. En kijk, daar zijn ze nu mee bezig. Maar ja, als jij vorige zomer voor mij 18 nieuwe spelers haalt. En niet de minste, ik bedoel. Een paar echt wel lekkere namen. Liefdink, Kaas, Van Vlerken natuurlijk. Beugelsdijkje ook nog. Nee, dus ja, dat als je er 18 nieuwe haalt, dan snap je ook, het gaat niet gelijk lopen. Maar als je
door het seizoen heen kijkt en het is eind maart en het lukt nog steeds niet. Mm-hmm. Maar ja, je hebt natuurlijk een ramp van het eerste seizoen gehad. Als je de veranderingen door wil voeren, als je in volgens mij in november of oktober je trainer ontslaat. Ja. Ja, dan in december nieuwe technisch directeur, nieuwe hoofdscouting. En dan ga je eigenlijk gewoon weer vanaf begin af aan beginnen. Want eigenlijk de komende van de zomer denk ik weer 15. Ja? Hey, maar op een gegeven moment staat natuurlijk Bob Peter staat voor de groep. En die staat dan te coachen met een muts op. Wat doet dat? Wat doet dat met een spelers? Ja. Ja. Ja, geen commentaar. Nee, maar, zie je, het werkt niet. Nee, Bob is een goede vent. Bob is echt wel een goede vent. Zal Bob ooit wel eens, dat is gewoon een serieus, zal Bob ooit wel eens gehoord hebben dat wij hem zo graag een cowboy op willen doen? Ik weet zeker dat hij dat gehoord heeft, want... Maar waarom neemt hij niet op als Mart hem De podcast is in de trainingskamer is... Ja, want ik weet wel, als jullie het over mij hebben gehad, dan kwam ik in de trainingskamer en zei hij, je moet even de eerste beste luisteren, want je bent me voorbij gekomen. Dus hij hoort... Dus deze echt wordt, waar? Dus deze wordt daar ook teruggeluisterd en elk woord dat ik zeg wordt op een weegschaal gelegd. Dus je bent er toch al weg. Maar ik vind het wel jammer dat het niet even goed is gebotst daar. Zo. Het was gewoon meer van... Nee, maar ik had het liever gehad, want dan had ik wel geweten waar het aan lag. Maar joh, weet je, het is opgelost en we zijn eruit gekomen, joh. En waarom goed. Ben je dan naar Rijnsburg gegaan en heb je niet gekozen voor een andere club in de KKD? Of weet ik het, gekozen voor een klein avontuurtje ergens in het buitenland? Nee, ja, er waren echt wel aardig wat opties. Maar ik wilde sowieso, ik vind het heft in eigen handen hebben altijd heel belangrijk. Ja. Dat ik niet ergens toe gedwongen word. Of tot eind augustus wachten, kijken wat er komt. Ja. Daar hou ik helemaal niet van. En ik wil dan het liefste nu de stap maken dat ik nog wel, geliefd ben is een groot woord, maar dat ik in ieder geval nog wel gewild ben bij clubs. Ja, dat het niet een beetje een zielig verhaal wordt, van nee, dat je echt moet zelf moet gaan bellen met Telstar, van mag ik alsjeblieft. Zonder namen te noemen, maar ik ken gasten die 6-7 maanden zonder club zitten en elke dag op Instagram wat plaatsen met trainen en ik ben er klaar voor en dit en dat. Dat vind ik zo ongelooflijk triest. Dat zou ik nooit doen. Nee, dus dat had ik nooit gedaan. En het is echt, ik ben echt super blij met deze keuze die ik heb gemaakt. Maar dan wel even een vraagje, hè, want soms is een stap naar de amateurs. Nee, niet per se achteruit, want ik bedoel volgens mij... Ja, maar dan kies je nu ook een beetje voor een maatschappelijke carrière. Ja, dat wou ik zeggen. Ja. Zet je het profvoetbal uit je hoofd? Nee, zeker. Ja? Zeker. Nee, dat was het hele... Ja, tekenen half december al, anders had ik net zo goed kunnen wachten. En wat ga je nu dan doen naast het voetbal? Vissen? Vissen ook. Nou, ik kreeg ook klachten van mijn vrouw even met die hobby's van je een beetje rustig aan. Nee, ik heb begin 2022 samen met een vriend van mij een verzekering- en hypothekenbedrijf opgezet. Hey, okay. Oh, een hele interessante business, zeg. Ja. Verzekering en hypotheken. Vertel ons alles. Jeetje, wat leuk. Wat een rol. Nee, ik had het idee, denk ik, mijn vader heeft financieel adviesbureau in Rijswijk. De Hoornwijk Groep. En die was steeds de Hoornwijk Groep. Verder... Oh, daar ga ik tegen langs. Oh, dan ga ik even de ruiten eruit gooien. Ah, ik ken je zo. Wij zijn goed verzekerd. Nee, dus... Hij valt nu pas. Nee, maar 3 jaar geleden had ik een idee daarover. En toen ben ik eigenlijk al die papieren alvast gaan halen. Ja. En mijn beste vriend, die was private banker bij de ING. Okay. Die ging naar reorganisatie, ging hij er vroegtijdig uit. En toen heb ik hem gebeld van, joh, hoe denk jij hierover? Maar als je dat niet had... Had je dan misschien wel voor profvoetbal nog gekozen? Als je dus niet al iets had in het maatschappelijke leven. Ja, maar dat vind ik dan heel moeilijk te zeggen. Want ik ben altijd bezig geweest. Voor je keuze. Als mijn je al plan weet, B van... was al helemaal klaar om, om erin te stappen. Ja. Dus ik kon elk moment kon ik zeggen of ik ermee wilde stoppen, dan kon ik erin. Dus nu ben ik een beetje aan het rondsnuffelen daar en dan... Denk van de zomer beginnen. Dat is mooi. Ja. Dus geen zwart gat voor jou? Geen zwart gat voor mij. Vissen, Pokémon zoeken en keihard de verzekeringen. Heb jij nog andere sporten waar je van houdt? Want padel? Ja. Oh, ja, met al die ben jij er zo heen? Ben je al die, weet je, vroeger was het golf. Ja. En het is nu ineens padel. En voetvolley op Bonaire. En dan als met Louis van Gaal als scheidsrechter. Ja. Was trouwens leuk. Dat was leuk op tv. Ja, dat is misschien een idee voor Nieuw Petersen. Dat gaan we doen. We gaan met z'n allen naar Bonaire. Juist. Nou, of vooral Nieuw. Vaak op zondagochtend toch? Dan werd het vaak uitgezonden. Maar padel. Maar wat vind je zo leuke padel dan? Ja, gewoon. Er zit veel actie in. Ja, echt leuk. Het is een snelle sport. En ik vond tennis vroeger ook altijd heel leuk. En wat vind je van waterpolo?
Het is een super sneu verhaal dit. Wat van jouw oud teamgenoot Mike Havenkotten? Ja, voordat ik begin, Mike is echt een lekker ventje, is echt een vriend van mij. Maar dit, hier konden wij nooit op een normale manier over praten. Waarom niet dan? Ja, joh, dan zat hij weer op zaterdagochtend, vroeg na een lange nacht of zo, begon hij over de kutwaterpolo. Ja, wat even voor de luisteraars. Mike Havenkotten is trainer in waterpolo, ja. Damesteam, maar ook op aardig niveau. Ja, 20 vrouwencoach. Lekker man. Ja, maar dan kwam hij na de training kwam die alleen maar over waterpolo. Begon maar over de... Ja, of tegen wie ze moesten spelen en dan weer trainen en tactieken. Ja, maar het is toch mooi als iemand gewoon zegt, het waterpolo is mijn uitlaatklep. Voor deze sport zal ik altijd tijd blijven vrijmaken. Ja. Wat denk jij dan, krankzinnig? Of? Ja, nou dan wil je niet graag thuis zijn in ieder geval. Ja, maar wat ik wel, ik vind het wel mooi. Het is in de voetballerij best wel bijzonder als een speler dit soort... Of hobby's of projecten daarnaast hebben. Ja, want dat horen we niet veel. Dan is dit al super bijzonder. Terwijl op mijn werk, als een collega van mij zoiets doet, ja, is het gewoon normaal. Ja. Volgens mij, als hij hetzelfde geld zou kunnen verdienen als mijn waterpolo, als mijn voetbal, dan stopt hij meteen. Dus zijn passie is meer waterpolo dan, dan voetbal. Ja, want hij heeft gewoon BZC Brandenburg naar de promotie geleid. Ja, en die gaat nou naar de Eredivisie. Ja. Dat heb ik al gelezen. Ja. Het zou me niet verbazen als over een paar jaar gaat hij naar de Olympische Spelen. Bondscoach. Ja. Maar zou jij eerder zeggen van, ik ben trainer bij het waterpolo, of zou je zeggen, mijn kind zit op korfbal? Dan zou ik dat is niet goed, hoor. Nee, dat is niet goed. Dat is Ferry, hè? Ferry, zijn oudste zoon, zit op korfbal. Zoon? Ja? Ja, zoon nog één. Ja, nee. Ja! Wat is erger? Wat is erger? Ik denk dan toch je zoon op korfbal. Ja. Dat dan is erger. Gewoon gefaald. Nee, dat is toch de twijfels. Nee, dat is de waterpolo. Het is ook voor mij een beetje een onbekende sport. Ik weet wel dat Bart Luppert. Ik heb het een keer gedaan. Wij waren toen Robin van Galen, die ex-bondscoach van, die was ook van de dames bij Excelsior. En we hebben toen een keertje als een teamuitje zijn we in Zeist zijn we daar het bad in gegaan. Nou, je gaat kapot. Ja, het is een hele zware sport. Hè? Niet vol. Het is ook een harde sport, hè? Ja, want het is ook echt wel beuken geblazen. Knijpen. Maar ik vond toen wel van die Max van Galen. Heette die Max van Galen? Robin van Galen. Van Robin van Galen. Die dacht echt dat hij een uitvinder was. Topsportcoach. Je bent Olympisch kampioen waterpolo geworden, weet je. Kom niet zo interessant doen. Die dacht echt dat hij dat uitgevonden. Daar hou ik nooit zo van. Meneer de topsporter. Nee? Waterpolo. Come on. Maar oké, dat had ik. Dus Mike Havenkotten moet niet zo'n type worden. Nee. Dat doet hij niet. Nee. Maar we wensen hem natuurlijk wel al het succes met BZC Brandenburg. Wereldploeg. Dan even verder. Hansi Hansi. Die probeerde al weken. Wij zijn fan van het schakelprogrammaatje natuurlijk. Op ESPN. Iedere vrijdagavond lig ik met een flesje wijn erbij. Schakelprogrammaatje lekker te kijken. Maar Hansi probeerde al wekenlang een soort ode te geven aan Buettner. Ja. Buettner die had, en dan zei hij van Buettner, die hebt zulke mooie voorzetten de hele tijd. Maar ik dacht eigenlijk dat ik ook met Ferriers zat, maar kan ik ook wel van jullie zo vragen. Zijn jullie het daar, weet je, en hij had ook zoiets van, hij is oud, maar hij is nog fit en hij doet het werelds. Top om die erbij te hebben nog als oudere speler. Hebben jullie ook zo genoten van Buettner dit seizoen? Want ik heb dat een klein beetje gemist. Nou, heb jij genoten van Buettner? Ja, maar ik vind hem wel... aanvallend heel goed, maar je merkt wel dat hij verdedigend af en toe wat laat liggen. Ja. Maar ik vind zijn trappen wel echt waanzinnig. Ja, wat hij heel makkelijk. Als hij kwam ook wel met een aantal voorbeelden, dan legt hij ze wel neer. Vrije trappen, heel belangrijk. Ik denk dat hij best wel goed zwaarder wat assists, hoor. En die waanzinnige goal tegen Zeker. Den Bosch natuurlijk. En over Buettner praten wij hier wel altijd positief. Buettner komt van het kamp. Ja, dus wij zijn heel dus groot fan van de familie Buettner. Wereldspeler. Wat dat betreft zijn we altijd geen wel positief. Geen kwaad woord over mijn vriend Alexander Buettner, lieve mensen. Nee, dus weet dat. Wat vind jij van Buettner? Wereldspeler. Ja. Klasse. Dan nog even wat anders. Vorige week hadden wij hier Jizzle Manizzle. Ja, Jizzle Manizzle. Die was mystery guest. Ja. En je ziet wat er dan gebeurt, hè? Omhaaltje. Omhaal. Heerlijk, man. Genieten. Lekker spelertje. Ja, toch? Lekker spelertje. Mooi doelpuntje. Doelpunt van de week, denk ik. Deze keer. Even kijken. Ik zit nog wel even te kijken. Want ik zie nu in het draaiboek staan van Willem II is mede dankzij JS keihard op weg naar het winnen van de vierde periode. Ik weet niet of het nog steeds is naar het gelijke spel tegen NAC. Maar in dat geval zou de club €60.000 ontvangen. De spelers gaan daar niks van zien. Dat is geen doel van Willem II. En we vieren niet onder de doelstelling. Al dus technisch directeur Teun Jacobs. Ja, je moet hard zijn, hè, in de voetballerij.
Ja, ja, maar wat moet ik met deze info? Nee, niks. Het staat, staat gewoon in het draaiboekje. Die pak jij gewoon even. Om heel even nog één keer terug naar Helmond. Betalen ze daar ook exorbitante salarissen nu dan? Om dat soort gasten te halen? Nee, je hoeft niet bedragen te noemen, maar meer van... Voor de plek op de ranglijst betalen ze goed. Ik denk dat ze gewoon top KKD betalen, want daar willen ze heen. Ja, nee, maar ik bedoel ook gewoon een beetje uit te vinden, komen spelers voor het geld of voor het verhaal? Nou ja, wij hebben hier toch Liefdink al gehad. Net over Sidney van Hooydonk terug naar NAC gehad. Ik weet dat je zelf ook wel weet waarom maar ze er naartoe gaan. Liefdink heb het ook eerlijk toegegeven. Hij zegt, toen ik het bedrag zag, dacht ik ook wel bij mezelf, daar gaan we heen. Daar gaan we heen. Daar ja we toch, dat is ook logisch. En als laatste nog, een favoriet van Jopie Buit, Margarita. Ferry, die kwam bij ons opeens in de app met, geruchten, ja, dat er heel veel... Ik ben fan van Margarita van Top Bos. Broekie hoog. Ja, goede speler. Lekkere dribbelaar. Staal heel lang, toch? Ja, klopt. Lekkere dribbelaar. Mooie van die halve voorzetjes heeft hij. Mm-hmm. Maar ook soms ook ineens een periode dat hij ineens buiten de basis staat. Ja. De Klaas Wels moet dat niet doen. Want voor mij is dat een hele lastige groep. Bij Top Bos. Mathieu zit er ook, hè? Dat is misschien wel de grootste gek die ik ooit heb meegemaakt. Ja? Hij was een half jaar gehuurd van Willem II. Ja? Toen ik bij Go Ahead zat. Ja. Ja, vertel. Dat is een mooie vent. Hij is echt een heel lekker ventje. Ja. Maar knettergek. Ja, maar leuk dan. Gek? Of? Ja. Nou ja, in eerste instantie leuk gek. Maar hij kon ook wel echt. Hij kan zuigen bij uit de pan schieten gewoon. Ja? Okay. Ja. Oké. Okay. Maar niet lekker, man. Okay. Sfeer is goed daar in top, denk ik. Bij het top maar, weet je, maar, weet je, maar Margarita schijnt echt wel interesse nu te hebben in de Eredivisie, hè? Nou, de clubs in hem. Hij zal zelf, denk ik, wel interesse in de Eredivisie hebben. AZ, Vitesse, Heracles, Almelo en FC Twente. Nou ja, dat is toch redelijk aan mij te danken. Want sinds ik goed over hem ben gaan praten in deze show, is hij echt gaan presteren. Zeker. Dan moeten we eerlijker zijn. Nee, zeker. Ik heb Kickback dus wel... ja, toch? Maar jij begint meteen over die broek, hè? Meteen. Maar ik vind hem mooi. Ik dacht dus dat... Kennen jullie van My Name is Earl? Nee. Oh. Nee. Nou ja, laat maar zitten. Nou, dan gaat dit verhaal niet werken. Nou ja, laat maar zitten. Ja. Nou ja, we gaan het wel zien. We gaan door... trouwens... Dat is altijd heel opvallend. Ferry die kwam natuurlijk met dat gerucht dingetje. Ja. En dat was volgens het Twitter-account Caribbean Football. Dus... Oh, zo altijd. Hé, dan klopt het. Dat klopt. Betrouwbaar. Dan klopt het inderdaad. Super betrouwbaar. Dan klopt het inderdaad. We gaan door naar de voorspellingen. En dat zijn we nog wel een tijdje mee bezig, denk ik. De oude voorspellingen van vorige week. En dat komt omdat daar voorgaande uitzendingen zijn er zoveel fouten gemaakt door Mart. in de administratie. Dat Lars heeft nu... Lars moet alles recht gaan trekken nu. Lars, succes. Wij gaan even achterover hangen. Ja. Vraag A. Wat wordt Roda JC tegen Den Bosch? Dat werd 0-1. Had niemand goed. Vraag B. Hoeveel punten schrijft NAC de komende 7 dagen bij? Dat waren de 4. Dat had niemand goed. Vraag C. Wat is de conclusie van advocaat na het do-or-die-duel met de Graafschap? Quote open. Dat winnen is toch leuk? Want anders was het nu klaar geweest. Quote sluiten. Niemand had het goed. En D. In welk duel vallen deze speelronde de meeste doelpunten? En dat was bij Willem II tegen Top Os. En dat had wederom niemand goed. Ron van Zwol, jammer. Vincent Scheuter en Eredivisie KKD 2023 hadden de 3 goed. Dus kom maar door met een mooie retweet van de aankondigingstweet en win die sokken. En dan over retweets van aankondigingstweets gesproken. We moeten nog 2 winnaars kiezen van de afgelopen 2 afleveringen. En misschien is het leuk dat jij dat doet, Robin. Omdat jij er toch neutraal in staat. De kanshebbers van 2 afleveringen geleden waren Isaac Hans, de vader van Moos, Joost Sessink en Robbie Crypto. Robbie Crypto. Ja. Ja. Dat vind ik leuk. Maar ik zie net... kies er maar één. Ja, Robbie Crypto. Robbie Crypto? Ja, even die naam al. Robbie Crypto, stuur even een DM'tje. En dan komen die sokken die kant op. Ik had ze gisteren nog aan, hoor. Prima sokken. Lekker, ik heb ze nu aan. Kwaliteit. Ja. Heb jij al een paar sokken? Ik was toen uitgenodigd met Martijn Kaars voor het opnemen van het filmpje in de auto. Maar toen moest ik op het matje komen. Dus toen is Bram gegaan. Oké, okay, dus die heeft jouw sokken? Die heeft mijn sokken. We sturen hem een paar. Oh, Robin kan het wel, maar onze kijkers kan het niet. Jawel, een Robbie Crypto krijgt er ook een paardje. Ja, Robbie Crypto. Ja. Even kijken, en dan hebben we nog de winnaar van vorige week. Lars Nouwen heeft die gevonden door dit magnifieke verhaal. Ik wil de sokken wel gewoon winnen natuurlijk, met een leuk feitje over de in de podcast minst besproken KKD-club FC Dordrecht. Zij waren samen met Sunderland in 1983 de allereerste Europese voetbalclub met een Nike-tenue. Kijk, dat is een mooi feitje trouwens.
Ja. Zeker mooi. Dat is een mooi feitje. Dan gaan we door naar de nieuwe voorspellingen. En Robin, jij mag en ook mee. En hij wel doen. Gelijk, want FC Dordrecht bespreken we niet veel volgende week. Dat klopt. Volgende week pakken we FC Dordrecht. Dat klopt. Beloofd. Dan gaan we Tim Reserveur weer even bellen. Ja. Tim. Oh ja, die zit daar nu. Ja. 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 Je loopt een beetje de boel neer te zetten, hè? Dat niveau je even naar rent. Dirigent, ja. Alleen maar wijzen. Even kijken. Dan gaan we naar de nieuwe voorspellingen. En dan is vraag A. Wat wordt FC Den Bosch tegen Telstar? Oeh. Dan ga je sowieso niet voor klaar zitten op de bank. dat is 1-2. 1-2? Hey, ik heb gisteren een jong PSV zitten kijken. Poeh, ja, die twee wedstrijden waren taai. Hier, hè? Ja? Twee wedstrijden waren taai. Ja, een mooi doelpunt van Vondel. Heb jij nog wel de Youth League gezien? Ja, Maxi Meerdink. Ja. Maxi Meerdink, maar wat een man. Ik vraag je op jong PSV. Ik zag een film. Wat vinden jullie daarvan? Dat Mark van Bommel niet juicht. Dat is toch poppenkast. Dat is poppenkast. Dat is acteren. Dat is houding. Dat is een houding. Maar dat is toch, dat is kind scoort. Doe nou eens even normaal. Ja. Maar dat is toch expres niet juichen. Omdat dus dan iedereen het erover gaat hebben. Dus dat, ja. Het lijkt toch helemaal volgekookt al. Want als hij het wel doet, heeft niemand het erover. Nee. Nee, ja. Toch? Dus maar, precies dat. Maar het is allemaal vooraf al bedacht. Ja. En hij weet dat de camera dat op hem kind, staat. Godverdomme, mijn kind scoort. Dan ga je door het geluid. Tegen jong PSV. Ja, natuurlijk. Een droom die uitkomt. Op maandagavond. Op de godverdomme, zeg ik. Ik vind dat zo poppen. Nee, maar dat is allemaal geacteerd. Ja. Tuurlijk. Van, kijk, mij is professioneel zijn. Ja. En, ja. Tegen mijn oude club. Ja. Er zit nog veel emotie in. Voor het geval ik nog terug kan komen. Ja. Ja, prima doelpunt hoor, van Robin van Bommel. Zeker leuk spelen. Zeker. Maar ja, om af en toe die wedstrijden door te komen is pittig. Maar wel gewoon bizar, hè? MVV, een van de laagste begrotingen van elkaar. Doen gewoon vijfde plekje, hè? Dan zijn we afgezakt, hè, een beetje. Ja, maar nu de afgelopen wedstrijden. Het is een jonge ploeg, maar die gaan ook wel na competitie halen, ja, hoor. Ja, zeker. Die staan vijf. Ja. Dus dat, die gaan het wel halen. Ja. Vraagje B. Nee. Is dan achtste, Joop Buit. Vijfde, sorry. Joopie Buit, Den Bosch Telstar. Thoughts? Den Bosch Telstar. 2-1. 2-1. Hmm. En dan ga ik voor 0-2. Ja. 0-2. Vraagje B. Hoeveel wedstrijden worden er vrijdagavond gestaakt? Mag ik weten wie er thuis speelt? We gaan eens even... Ja. Dat is een goeie, ja. Den Bosch. ADO. Den Bosch Telstar. Even kijken. We hebben te maken met de volgende wedstrijden. MVV tegen Jong AZ. Nee. FC Eindhoven tegen Jong Utrecht. Heracles Almelo tegen Jong PSV. VVV tegen Jong Ajax. ADO Helmond. Dat is toch een beetje de Robin van der Meer wedstrijd. Ik ga ADO kijken. Helmond. Oh. PEC Dordrecht. Den Bosch Telstar. Topos Almere. En dat was het. Er gaat wel één wedstrijdje even gestaakt worden. Dan denk ik Den Bosch. Niet helemaal, maar wel één wedstrijdje even. Den Bosch Telstar? Den Bosch. Ja. Die houden wel van gooien, hè? Dat Den Bosch publiek. Ja, die zijn er. Zuip het nou gewoon even lekker op, heren. Ja, dat vind ik. Doe het nou een keer. Je bent toch geen bierenbel? Even kijken. Vraagje C. Welke Zwolle speler heeft het meest last van de champagnebenen tegen Dordrecht en speelt het slechtst? Dus wie haalt op SofaScore het laagste cijfer van PEC Zwolle? Boah. Dan gaan we negatief over mensen zitten praten. Dat vind ik niet leuk. Ja, ja, tuurlijk wel. Dat is wat we doen hier in deze podcast. Nou, dan zeg ik degene die de grootste mond had over het zuipen van, dan zeg ik Bram van Polen. Bram van Polen? Ja. Maar hij heeft ook de status om dat een keertje. Ja, dan zeg ik Harris Medunjanin. Zo'n jaartje ouder, hè? Die kent het allemaal niet meer zo aan. Nee, dat is waar. Ja. En dan ga ik voor Thomas van der Belt. Want die deed wel heel leuk aan de telefoon. Maar volgens mij heb je zijn kop er behoorlijk afgezopen. Ja, ik hoop het voor. Ja, dat hoop ik toch ik ook. Ik hoop het voor. Want die gozer gaat dadelijk, zo'n mal in zijn leven. Hij is een goede speler. Ik denk echt wel dat hij gaat slagen bij Feyenoord. En dan kan je bijna geen gekke dingen meer doen. Hij moet nu deze weken, moet hij het nog eventjes doen. Want dadelijk gaat hij gewoon 4 jaar lang echt als een topsporter leven. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Dan... Dat is een goede tip van mij, zeg. Dan nu even doen. Nou, breng hem op idee. Ja. Die gaat vanavond nog. Even kijken. En dan vraag ik D. Welke veelpratende trainer verzorgt dit weekend het langste ESPN-interview? Nou, Dickie duurt nooit lang. Nee, het is altijd wel kort, hè? Wel kort. Ja, ik denk Klaas Wels. Daar zat ik ook aan. Goede bril altijd op zijn bakkes. Goede kop. Lekker babbelen met dat Brabantse accentje. Ik denk Mike Snoei. Ja, die houdt er ook wel Mike van. Mike Snoei, ja, die wil er ook wel eens babbelen.
Ja, nee, ik sluit me aan bij Joop. Ja? Ja, 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 Klaas Wels. Oké. Ik zag Mike Snoei ineens bij Voetbalpraat, zag ik hem in één keer zitten. Oh? Ja, Mikey. Was wel een leuke vent. Ja, hartstikke leuke vent. Leuke fan, Mike Snoei. Hartstikke leuke vent. Ja. Hé, hey, we hadden het er net over bij Helmond. Weten ze dus dat wij het ook over hun hebben en zo. Maar dat over die dat Bob Peters vindt dat niet erg. Want nee, hij is vrij groot en... Nee, niet dat hij in één keer als een mooie keer tegenkomen. Maar ik kan het heel moeilijk inschatten. Met dat mutsje. Hij lijkt op zo'n robbus zo de hele tijd, weet je. Maar dan ben je trainer. Al die gasten zien dat ook. Die denken ook allemaal. Kijk, die lobbus even staan. Dat werkt niet. Nee, dus... Cowboyhoed opzetten. Cowboyhoed. Dan heb je uitstraling. Ja, maar stel een holster ook. Ja, ja, die holster. Die, ja, inderdaad. Ja. Houd die allemaal. En ook van die sporen. Of, ja. Dat is helemaal mooi. Nee, maar niet dat we ooit, als we ooit een keer in Helmond zijn, dat we uit moeten kijken voor een vuist van Bob Peters. Nee. Dat zal wel meevallen. Dat zal wel. Hij rent niet zo snel. Hij is niet meer zo snel. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen, denk ik, hier. Lekker, man. Robin, hoe vond je het? Leuk. Gezellig, mannen. Ja. Ja, dankjewel voor thuiswedstrijd. Okay. Ja, toch? Ja. Welke verrassing komen we morgenochtend achter? Ja. Dat je ook bij een andere podcast gezeten nee, hebt? Nee, zeker niet. Nee, okay. Is vrij rustig. Okay. Hey, en als je een primeurtje hebt, kom dan wel gewoon bij ons langs. Ja, want die verdienen we nou wel. Als het contractueel mag, dan zou ik het doen. Ja, goed antwoord. Dan ga ik iedereen weer bedanken voor het kijken en luisteren. Daar en gaan we. Jullie kunnen natuurlijk ook altijd meedoen zelf met de voorspellingen op Instagram, op YouTube en op Twitter. Zeker. De aankondigingstweet of in de comments. En dan wil ik iedereen vragen te liken, te subscriben en volgende week gewoon weer te luisteren. Zwolle, zonder Dolle, wat een einde stad. Want ze hadden niet van Olle, niet van Grappa en van Olle. Dat was hem jongens, we gaan lekker er vandoor. Yo. Mensen, tot volgende week. Ciao. Hey.